Zoals je ziet zijn we heel hard aan het trainen voor de Europa Run. We zijn vandaag bij Dit is mijn club bij Voordem, een organisatie die wel heel bijzondere dingen doet. En wat ze precies doen, daar gaan we vanmiddag allemaal achterkomen. Ga je mee? Van Parijs gaan we naar Rotterdam. Met vele teams zijn wij niet meer te stoppen. Samen lachen, samen huilen, samen voor één. Voordem is een Europa Run team. En dit Europa Run team zet zich in voor terminale kankerpatiënten. En dat doen wij door mee te doen aan de Europa Run zelf. Dat is een run die wordt gedaan vanuit Parijs naar Rotterdam. Dat is 520 kilometer. En daar zijn we dus veel bezig met voorbereiden. Maar we bereiden ons ook heel veel voor om het geld in te zamelen voor het goede doel. Waarom is het voor u zo belangrijk om Voordem te sponsoren? Ja, belangrijk is het is belangrijk om een team te sponsoren voor de Europa Run, voor het doel. Voordem, oké, prima. Ik ken Giovanni toevallig. Maar Europa Run, sponsoren, goed doel. Wat heb je... Ja, wij worden als uitvaartonderneming heel vaak geconfronteerd met de gevolgen van kanker. We zien mensen lijden en dat gun je niemand. En daarom sponsoren wij. Wat is jouw bijdrage aan het Voordem team? Ja, ik ben fietser. Ik zorg er eigenlijk voor dat de fietsers vanuit Parijs naar Rotterdam komen. En op de juiste routes fietsen, de juiste wegen volgen. Ook voor zorgen bij oversteekplaatsen dat ze veilig aan de overkant komen. Ook rekening houdend met alle auto's en dergelijke die langskomen. Dat er dan geroepen wordt, jongens opletten, auto, ga aan de kant. Dat ze niet midden op de weg blijven lopen. En ja, op die manier eigenlijk de lopers begeleidend terug naar Nederland. Je zorgt ook voor de veiligheid dus? Ja, een stukje veiligheid zit er bij mij, zit bij mijn taak in. En je moet goed opletten, ja, net zoals door rood oversteken. Ja, hier in Nederland kun je ook zeggen van, nou, dat kan wel. Maar in Frankrijk en Nergen mag het dus absoluut niet. Dus ja, dan moet je zorgen dat één fietser wat verder vooruit gaat. Duwt er vast op het knopje. Dat als de loper eraan komt, dat het dan gewoon op groen staat. En dat je gewoon hup, meteen mee door kan gaan. Dus dat is eigenlijk een beetje de fietserstaak, zeg maar. Wij zijn zeker op zoek met diverse acties, ludieke acties, om daar toch het geld mee in te zamelen. Nou, wat we hebben al gedaan, zijn bij op kerstmarkten gestaan. Daar hebben we verschillende dingetjes verkocht, daar hebben we al geld mee opgehaald. We hebben ook sponsoren natuurlijk, maar nooit voldoende. Maar je moet ook bedenken dat sponsoren ook niet altijd iedereen kan helpen, want er zijn nog zoveel vele doelen zelf. Maar gelukkig zijn er toch mensen die gekozen hebben voor ons, om ons te ondersteunen. Maar je moet het ook zelf, je moet zelf in beweging komen, je moet zelf ook mensen in beweging brengen door leuke acties te verzinnen. Ja, maar dat is ook jullie motto, hè? Ja, ons motto is samen in beweging. En samen in beweging is samen met het team natuurlijk. Maar ook samen met het team proberen andere mensen in beweging te brengen. Door bijvoorbeeld, we gaan naar een school toe. Daar gaan we de kinderen vertellen dat er zieke mensen zijn. Maar dat we die zieke mensen ook kunnen helpen. En hoe doe je dat? Door zelf in beweging te komen. En maar ook... daarna de uitleg aan te geven. En dan dat zij weer in beweging komen om bij hun papa's en de mama's en bij de ooms en tantes zeggen van, goh, ik ga voor zieke mensen, ga ik geld ophalen. Willen jullie mij sponsoren? Nou ja, wie wil dat niet als een kind dat vraagt? Dus daarom gaan wij daar zeker mee aan de slag en hopen ook daar veel geld mee te gaan verdienen. Wat op zich bijzonder voor een uitvaartorganisatie om een dergelijk goed doel te sponsoren. Ja, maar goed, als je dagelijks wordt geconfronteerd met de gevolgen, dan is het gewoon helder. Dit moet de wereld uit. Klaar. En zo simpel is het echt. En er moet nog heel veel gedaan worden. Of ze het ooit voor elkaar krijgen, ik weet het niet. Je kunt alleen maar hopen. Maar je moet er wel aan werken. En dus moet er geld komen. En we weten allemaal dat het niet alleen van de overheid kan komen. En het moet wereldwijd. En het moet. En, nou goed, je moet dus iets doen. En niet alleen hier, overal. Wat is zo belangrijk aan Voordem? Het allerbelangrijkste is dat mensen die in de laatste fase van hun leven zitten, door kanker,
door de mensen om hun heen te helpen om toch nog een stukje plezier in hun leven te hebben voordat helaas die laatste dag er is, is dat een heel goed doel. En je kunt wel altijd sponsoren voor onderzoek en dat soort dingen, maar er zijn zoveel goede doelen die dat doen. Postcode loterijen en al dat soort dingen. In combinatie met sport en in combinatie met sponsor is dit ja, fantastisch. Dit is heerlijk. Ja, want waarom kies je specifiek inderdaad voor deze organisatie? Ik kies voor deze organisatie omdat kanker is iets wat ons alle treft. Ik ken geen mens die niet iemand heeft die wel of aan kanker lijdt of aan kanker is overleden. Maar ook de dieren treft het. Onderzoek, dat wordt er genoeg aan gedaan. Het leed wat eraan zit en het verzachten van die leed. En ook in die laatste fase is gewoon heel belangrijk. En ja, dat voorziet deze groep mensen. En daarvoor gaan ze hard door de stof heen om toch die afstand te gaan halen en te lopen met een groot team. En ja, dat sponsoren ja, is dan een heel mooi iets, omdat je dan een ander resultaat ziet dan eigenlijk een onderzoek waar je niks in ziet. En ja, dat heb je hier wel. De vervolgactie van Fordem is dat er beelden gemaakt gaan worden. Die gaat u maken. Wat is precies het idee daarachter? Het idee daarachter is dat Giovanni, dus zeg maar de initiator van het hele verhaal, daar was ik mee in gesprek. En ik was eigenlijk zo enthousiast over hoe hij met RopaRun bezig is, dat ik het gevoel had van, goh, wat kan ik daarin doen? Wat zou ik daarin kunnen betekenen? En ik kan niet hardlopen, maar ik kan wel beelden maken, omdat ik ben kunstenaar. En nou, dat leek ons een goed plan. Dus het idee is eigenlijk om één of meerdere beelden te maken, dat weet ik nog helemaal niet. En te kijken of we die kunnen gebruiken om sponsorgelden binnen te halen. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee. Wat voor type beelden gaat u maken? Of is dat iets wat ontstaat? Geen idee. Nee. Dat is ook waarom ik hier ben vandaag. Ik ben er vandaag een dagje mee geweest om eens te kijken hoe zo'n training gaat. Hoe die mensen met elkaar samenwerken, welke energieën vrijkomen. En van daaruit is verder te gaan denken om een idee te ontwikkelen van wat dat zou kunnen zijn. Maar het moeten wel beelden zijn die reproduceerbaar zijn. Om daadwerkelijk zeg maar 25 of 30, 40 beelden te kunnen maken. Om ook genoeg gelden te kunnen genereren. Dus ik heb ook een aantal dingen nodig. Dus, maar hoe het eruit gaat zien, geen idee. Weet ik niet. Nee, helemaal niet. Kun je heel kort aangeven waarom jij dit zo'n goed initiatief vindt? Nou, heel veel personen die aan kanker lijden en die dus uiteindelijk op het eindstadium zitten, die hebben gewoon geen prettig leven meer, laten we eerlijk wezen. En ja, die laatste dagen die zijn toch al zo zwaar. En om het dan voor die mensen toch een beetje gemakkelijk te maken, heeft RopaRun dus een doel opgezet. Nou, en ik vind het gewoon super fijn dat ik aan dat stukje gewoon een deel, ja, een bijdrage aan kan leveren, zeg maar. Dus dat je toch die mensen die laatste paar dagen door kunt helpen, het zo makkelijk mogelijk voor hun te maken. Voor dit soort doelen is het fijn om te zien dat er mensen zijn die het voortouw nemen. En Fordem in combinatie met RopaRun is daar een heel mooi voorbeeld van. En ik denk als we mensen kunnen, ja, dat is eigenlijk een heel moeilijke vraag. Hoe kun je mensen daarvoor motiveren? Ja, gewoon doen. Het gewoon doen. Hoe klein de bijdrage ook is, steun die groep, steun die mensen. Maar help vooral de mensen om hun leed te verzachten. Ik ben de catering samen met Helma. Samen met z'n tweetjes en verzorgen de catering. En ja, dat is heel wat eigenlijk, heel georganiseerd. Maar superleuk, heel veel zin in. Ja. Wat is er zo bijzonder aan dit initiatief? Ik vind het super dat ze gewoon zich echt daadwerkelijk voor de patiënten en voor de nabestaanden inzetten. En dat vind ik gewoon, ja, dat maakt al meteen indruk. En ik had zoiets van, ja, daar moet ik gewoon aan meewerken. Ja. En wat is zo leuk aan deze club? Wat is zo leuk aan deze club? Aan ons team bedoel je? Als team zeiden, ja, je hebt allemaal hetzelfde uitgangspunt en allemaal kijken dezelfde richting op. En daar is al, je gaat allemaal voor hetzelfde. En daar vind ik gewoon zelf ja, hetgeen wat ons drijft en wat ik zo leuk vind. Ik ben loper. Ik ben een van de 8 lopers die meedoet. En wat betekent dat precies? We zijn totaal met 8 lopers. En dat is dan ingedeeld in 2 groepen van 4 lopers.
En per groep ga je dus afwisselend ga je lopen. Dus ieder loopt 2 kilometer. Dan wordt er gewisseld met de volgende loper. En zo probeer je het vol te houden. En zo lopen we dus van Parijs naar Rotterdam toe. Was door de nacht, start Wat een gaaf nummer. Ja, goed hè? Dat heeft Sjors geschreven. Nieuw nummer 1 hit? Dat hoop ik wel, want het zou voor het goede doel natuurlijk heel erg goed zijn. Dus daar gaan we voor. Waarom doen jullie mee aan dit initiatief? Waarom doe je niet mee aan een goed doel? Dus als we op deze manier support kunnen bieden en mensen kunnen steunen. En zorgen dat er heel veel mensen het cd'tje gaan kopen. Dat er goed veel geld opgehaald wordt. Dan hebben we gewonnen. Je hebt het liedje geschreven? Ja. Dat heb ik. Vertel eens even, hoe is dit allemaal tot stand gekomen? Giovanni, eigenlijk de motor van heel Europa Run, die heeft mij gevraagd om een liedje te schrijven. En ik ben dus bij hem thuis geweest. En we hebben samen een beetje onderling besproken van wat we gaan doen, wat voor soort muziek. Want ik had eigenlijk iets anders in mijn hoofd dan Giovanni. Het moest een beetje dance worden, Nederlandstalig. Nou, daar ben ik mee aan de gang gegaan. En ja, het was voor mij heel erg leuk om een nummer te schrijven voor zo'n mooi doel. Het was erg leuk om te doen. Wat kunnen mensen thuis doen om in beweging te komen voor deze organisatie? Nou, dat is eigenlijk een heel mooie vraag wat je doet. We hebben vandaag een actie. We starten vandaag een actie. En jullie zijn daar ook vanuit de tv eigenlijk op het mooie moment. Vandaag gaan wij onze cd presenteren. De cd die wij hebben mogen laten maken door twee fantastische mannen. Belangeloos. Die cd is donderdag op de markt gekomen. En we gaan die vanaf vandaag verkopen. De mensen mogen die cd kopen. En ik zie het eigenlijk van... Steun ons doel voor slechts eigenlijk 10 euro. En je krijgt daarvoor een hele mooie gratis cd-single. Die we zeker ook te horen laten brengen. Wat is er zo leuk aan deze club? Ja, we zijn gewoon allemaal hartstikke gezellig. En leuke mensen, allemaal vrolijk. En ja, ook met het lopen bijvoorbeeld. Hè. Lopers moeten 2 kilometer lopen. En na 1 kilometer dan kijk ik op mijn klokje. Van, hé, we zijn 1 kilometer verder. En dan tegen die loper zeggen, hé joh, je zit op de helft, nog 1 kilometer en dan mag de volgende. En dan zie je die, zeker op het einde van die 60 kilometer, zie je lopers helemaal zo, ik ben moe. En dan toch zo die laatste kilometer zo erdoor trekken. Zo, ja, dat maakt het gewoon geweldig. Na de rand, als ze dan stoppen, dan zeggen ze ook weer, als de volgende dan klaar staat, dan zien ze die staan. En dan begint er weer een smile op die gezicht te komen. En dan gaan ze weer verder. Ja, en dat maakt ook gewoon één hechte sfeer met je team. En ja, dat is gewoon echt, zeker hier bij het 4Them-team is het gewoon helemaal leuk. De roperrun is echt een fenomeen. Ik zie het al jaren van afstand. En ik wilde al heel graag een keertje meedoen. En nu had ik dan de kans. En op zo'n manier dat je met hardlopen je in kunt zetten voor een goed doel. Dat vind ik wel heel erg mooi. Dat je toch iets moois, iets goed voor de maatschappij kunt doen. Door je in te zetten met je eigen sport. Wat is er nou zo bijzonder aan deze club? Nou, eigenlijk is het. Eigenlijk moet je gewoon zelf meemaken. Nou, je hebt het net zelf meegemaakt tijdens het nummer wat ze net gezongen hebben. En er vallen gewoon tranen eigenlijk in je ogen. En dat is precies wat deze club bijzonder maakt. Mensen met een hart, mensen met een gevoel, mensen met een uitstraling. En over hebben voor mensen die het niet meer kunnen. En ja, dat maakt deze club heel erg bijzonder. Ben je trots? Heel trots, ja. Ik ben trots als je ziet, wij zijn op 4 juli hebben wij de stichting, is dat eigenlijk in leven geroepen. En als je ziet in die paar maanden waar wij nu staan, ook met het team. Wat het team doet, hoe we naar buiten zijn gekomen en wij blijven gewoon doorgaan. Nou goed, je hebt zelf al gemerkt, we zijn nu met een actie bezig, maar we gaan door naar een volgende actie. Steeds maar blijven opvolgen en mensen van de media gewoon benaderen. En die hebben ook een hart. En die mensen, die staan er ook hier. En die willen dat ook verslaan. En dat is gewoon, ja, eigenlijk wat we het allemaal voor doen.